Beste stadsgenoten, 2015 was geen gemakkelijk jaar. De gevolgen van de aanslagen en de vluchtelingencrisis waren en zijn ook in onze stad zichtbaar, met een verhoogde waakzaamheid van de politie en de opening van het asielcentrum Westakkers. Het stadsbestuur pakt deze problemen met vastberadenheid aan, bovenop de plicht het eigen beleid gestalte te geven. Gelukkig zitten we daar op schema. De noodzakelijke besparingen werden gerealiseerd en dit zonder belastingverhoging. Tastbare verwezenlijkingen zijn het welzijnshuis en de vernieuwing van de Stationsstraat. Daarnaast werden het mobiliteitsplan, het klimaatplan, het horecabeleidsplan en het diversiteitsplan goedgekeurd. Genoeg werk aan de winkel dus voor 2016. Samen met de projecten op de VTS en de Paterskerksite, de voorbereiding van de oostelijke tangent, de bouw van een vierde kinderdagverblijf en de studie voor een nieuwe stadswinkel in het stadhuis kant Parkstraat. Samen met u, beste medeburgers van Sint-Niklaas, Belzele, Nieuwkerken en Sinaai, willen wij verder bouwen aan een duurzame, vredelievende en warme stedelijke gemeenschap. Daarom wens ik u een gezond, gezellig en gelukkig nieuwjaar.